Goedemiddag en welkom vanuit de Loft op Innovation Dog Rotterdam Heijplaat. Is dit het online programma over de voordelen van inclusief ondernemen. De gevreesde economische recessie die wel eens zou kunnen komen na die coronacrisis, die lijkt vooralsnog uitgebleven te zijn. Tegendeel, het gaat goed met de economie en voor het eerst sinds, ik geloof 50 jaar, hebben we meer vacatures dan werkzoekenden. Maar, en er is een grote maar. Er is één groep die daar nog heel erg weinig van merkt. Dat zijn mensen met een arbeidsbeperking. Een afstand tot die arbeidsmarkt. Veel mensen vinden dat er wat moet gebeuren om dat makkelijker te maken. Maar hoe? Daarover praten we hier vandaag aan tafel. En ook met u natuurlijk op afstand. Als het goed is, allemaal achter de knoppen geïnstalleerd. En dat betekent dat u ook mee kunt doen met het gesprek. Weliswaar nog een beetje dus op afstand. Maar dien een vraag of een opmerking in. Geef een ruk aan het stuur als je denkt dat het de verkeerde kant op dreigt te gaan. En dan leggen we hem hier op tafel bij onze gasten neer. Georganiseerd vandaag door het regionaal werkbedrijf, VNO-NCW, MKB Rotterdam-Rijnmond, WSP Rotterdam en Tempo Team Randstad, zeg ik even voor de volledigheid. Dat zijn wij hier aan tafel. Ik ga zo meteen de gasten voorstellen. Maar we zijn ook benieuwd wie u bent aan de andere kant van het scherm. Verschijnt een polletje in beeld en dan kunt u het aangeven. Als u fullscreen aan het kijken bent, even terug naar het kleine venster en dan ziet u ook de mogelijkheid om een vraag in te dienen. We gaan kijken hoe je de doelgroep waar we het vandaag over hebben aan het werk krijgt, wat de regelingen zijn, wat de best practices zijn, de voorbeelden waar we wat van kunnen leren. En tegen de klok van 4 uur sluiten we af met een samenvatting. Onze notulist van dienst luistert en schrijft nu al driftig mee. Sneldichteres Dominique Engers is hier. En wij gaan het hebben over wat er te doen is. De participatiewet die stamt uit 2015 inmiddels. Iedereen die kan werken, maar dat zonder ondersteuning niet redt, die moet aan de slag kunnen. En daar moet hard voor gewerkt worden, maar dat gaat er niet hard genoeg, denk ik. Toch, Sander, dat kunnen we wel zeggen? Nou, dat kan altijd sneller, tuurlijk. We kunnen altijd meer doen en we doen ontzettend ons best. We trekken er met z'n allen enorm aan en het gaat ook wel de goede kant op. Ik heb het idee dat we helaas die coronacrisis natuurlijk hebben gehad. Daarvoor ging het eigenlijk als Rotterdam, gingen we als beste stad zo'n beetje. En toen kwam die coronacrisis, daar hebben we wel een tik van gehad. Maar nu, de sky is the limit. We kunnen echt wel recht zo die gaat. Ja, jij hebt de 100 van Sander opgericht tijdens die coronacrisis. Ja. Omdat je dacht, daar moet even een tandje bij. Samen met WSP Rotterdam. Ja. En, wat was je doel? Nou, vooral om de werkgevers aan te spreken. Ook wel op een bepaalde verantwoordelijkheid. Van, hey, kijk eens even wat verder. En mensen zijn altijd op zoek naar het schaap met de 5 poten over het algemeen. Maar er zijn ook heel veel mensen. Misschien is het wel het schaap met de 3 poten. Maar als je ze de juiste begeleiding geeft, de juiste aandacht, het juiste zelfvertrouwen, zelfrespect, dan kunnen ze uitgroeien tot je beste medewerker. En dan krijg je er wel heel veel medewerker voor terug. En ook voor jezelf een waanzinnig goed gevoel. Als je iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt hebt geholpen in een baan. Ja, dan zie je relaties ontstaan. Die zijn fantastisch. Ik heb mensen gesproken. Neem dan bijvoorbeeld een Jumbo uit Rotterdam. Van de Schiedamseweg. Dirk van der Broek. Wel grappig. Dirk van de Jumbo noem ik hem altijd. En die heeft is een keer in elkaar geslagen door een winkeldief. Die moest aangeven bij de politie. En toen zaten ze met z'n tweeën in een zaaltje, in een kamertje, te wachten op de politie. En toen raakte hij met diegene in gesprek. En die zei van, ja, ik vind het heel vervelend dat ik dit gedaan heb. Maar ja, ik moet wel stelen omdat ik niet aan mijn eten kan komen. Toen heeft hij zich een hele andere missie. Hij heeft de politie afgebeld en nu geeft hij juist de kans aan winkeldieven om bij hem in het bedrijf te komen werken. Ja, dat is een hele andere kant van denken. Ja. Hè? Dat is dus volgens mij ook iemand, die filiaalmanager, die niet aan sollicitatiegesprekken doet. Dat is hem. Gaan komen binnen en kijken hoe het werkt. Maar dat merk je steeds meer. Dat gebeurt steeds meer. Dat werkgevers zeggen van, joh, het maakt mij niet uit wie of wat ik naar me toe krijg. Als ze willen werken, dan heb ik werk voor ze. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ik zeg, het gaat niet hard genoeg. Giorgio Muller, je werkt voor de Kamer van Koophandel. Onder andere aan inclusiviteit. Gaat het niet hard genoeg in de regio Rotterdam? Nou, die inzicht heb ik niet volledig natuurlijk. Hè. Ik kan slechts praten over onze eigen organisatie. En als lid van team KVK Inclusief doen we ons best om onze organisatie diverser en inclusiever te maken. Ja, en gaat het bij jullie hard genoeg? Ja, zoals Sander zegt, het kan altijd harder. Ja. Maar je moet ook niet te hard willen gaan, omdat je gewoon de wijze van werken, de wijze van selecteren goed moet borgen in je organisatie.
Dus wij hanteren de gepaste snelheid om vooral goed te doen. Ja, over hoeveel mensen hebben het eigenlijk? Ik geloof 70.000 bijstandsgerechtigden in Rotterdam, om erbij. Hè? Hoeveel mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking? In aantallen? Ja. In aantallen zou ik, durf ik dat eigenlijk niet te zeggen. We wachten nog even op de wethouder. Richard Moti, die moet het ongetwijfeld ons kunnen vertellen. Ja, je hebt natuurlijk het Rijnmondgebied en je hebt natuurlijk Rotterdam. Dat zijn twee verschillende. Dus je hebt Groot Rijnmond. Ja. En in Rotterdam heb je toch al over iets meer dan 30.000 mensen die we moeten gaan helpen. Ja, vanuit in ieder geval bijstand in Rotterdam sowieso. En onderdeel daarvan is de groep waar we het hier over hebben, mensen met een beperking. Ja. Sander noemde dat het schaap met de drie poten. Wat voor mensen hebben we het over? Het is een hele diverse heterogene groepen. Ja, dat is inderdaad een hele diverse groep. Dat kan zijn van mensen met een fysieke beperking. Dus visueel beperkt, mensen vanuit de rolstoel, maar ook een mentale beperking. Denk aan mensen met bijvoorbeeld een niet aangeboren hersenletsel. Of iemand vanuit het autistisch spectrum. Dus dat is heel divers, zeg maar, van HBO tot LBO niveau. Dus dat is natuurlijk een hele diverse groep met hele diverse talenten. Ja. Jij zit hier als operationeel directeur van de Randstadgroep. Randstadgroep, dat betekent dat je Randstad en Tempo Team, moet ik even voor de volledigheid erbij zetten, vertegenwoordigt. Ja. Ja. Wat hebben jullie met dit vraagstuk? Want je kan zeggen, dat is een maatschappelijk vraagstuk. Wat doe jij namens deze bedrijven hier? Ja, nou, wij hebben vanuit Tempo Team Participatie en Randstad Participatie zijn we begonnen met inderdaad start toen de tijd van wetgeving. Dat we merkten dat werkgevers heel veel moeite hadden met, hoe maak ik nou die stap naar die meer inclusieve werkgever en kans bieden voor mensen met inderdaad een beperking. Begeleiden, bemiddelen wij mensen naar werk vanuit de doelgroep en helpen we ook ondernemers met name om te kijken van, hoe kunnen we je faciliteren, ondersteunen en hoe kunnen we die werving en selectie dus ook goed organiseren. En eigenlijk wat Giorgio ook zegt, van, hoe kan je vanuit elke stap, zeg maar, vanuit die geleidelijkheid zorgen dat je echt die totaal inclusieve onderneming bent, waar ook kans is voor mensen die, Sander zegt zo mooi, die nu nog wellicht niet 100% inzetbaar zijn, maar hoe kunnen we ze een stap verder helpen? Ja. En als Randstad zijnde, geloof ik heel erg in dat en iedereen ertoe doet en een bijdrage kan leveren ook aan de arbeidsmarkt, maar dat doet natuurlijk heel veel met zingeving van mensen. Ja. Dus werk doet ertoe. En we willen heel graag dat ontsluiten voor echt iedereen op de arbeidsmarkt. Ja, hoe we dat beter kunnen doen, daar hebben we het vanmiddag hier aan tafel over. Onder andere ook met wethouder werk en inkomen, Richard Moti. Goed dat u er bent. U komt op het juiste moment binnenvallen, want we hadden het net over de cijfers. Mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt, specifiek een arbeidsbeperking. Hoeveel mensen gaat het om in de regio Rotterdam? Hebt u die cijfers paraat? Niet op de precieze aantallen, maar het gaat echt om duizenden mensen in onze regio die aangewezen zijn op een baan met een garantiebaan of nieuw beschut werk, zoals het heet. Als we kijken naar de wet banenafspraak die landelijk is afgesloten, dan moesten we landelijk 125.000 banen realiseren voor mensen met een beperking. En die cijfers zijn terugvertaald naar regio's en in Rotterdam kom je dan echt uit op getallen boven de 10.000 die we moeten doen. En we lopen helaas achter. Precies, ik begon een beetje met het gaat niet hard genoeg. Er moet een tandje bij, dat is een opvatting die u deelt. Ja, zeker. Er moet een tandje bij. We zien overigens dat in heel het land we helaas achterlopen. Tegelijkertijd zie ik ook in onze regio een paar hele mooie voorbeelden. En voorbeelden die wat mij betreft kunnen dienen als goed voorbeeld voor andere bedrijven om echt deze Rotterdammers in onze regio, deze mensen in onze regio, een kans te geven. Ja, we gaan het over hebben wat die mooie voorbeelden zijn. Hè. Onder andere, we gaan het over hebben waar misschien nog wel een beetje beweging mogelijk is. Wie er wat meer in actie moet komen. Wat er nodig is voor die bedrijven die misschien al zo graag willen. Maar eerst nog even voorstellen hier, Pieter van Klaveren, voorzitter van MKB Rotterdam-Rijnmond. Wat hebt u met dit vraagstuk vanuit al die MKB'ers in de regio? Nou ja, we hebben als ondernemers uiteindelijk goede mensen nodig om te kunnen groeien. We hebben niet genoeg mensen, dus je zult op een gegeven moment alle mensen moeten aanspreken. Dus ook deze groep moeten we vooral ook aanspreken. Mm-hmm. Ze zijn beschikbaar, ze hebben misschien wat extra hulp nodig. En dat moeten we vooral met z'n allen doen. Hoor ik hier nou even een beetje plagen? Het is niet per se een intrinsieke motivatie, maar er zijn zo weinig mensen dat we nu ook wel genoodzaakt zijn om je moet het ook niet altijd mooier maken dan het is. Hè. In principe op een gegeven moment zijn we allemaal geneigd om
als het makkelijke eerste doen. Mm-hmm. En we moeten allemaal met z'n allen bewust zijn op een gegeven moment dat juist deze mensen... inclusiviteit is niet een woord dat wat op zich zonder geen betekenis heeft, maar we moeten het echt inclusief met z'n allen doen. En je ziet op een gegeven moment dat iedere ondernemer er best toe bereid is, alleen de weg ernaartoe op een gegeven moment is nog niet altijd helemaal duidelijk. Dus communicatie en begeleiding juist op een gegeven moment naar die inclusiviteit heeft vooral het midden- en kleinbedrijf heel erg hard nodig. Ja, Sanne, jij bent met die 100 van Sander, je bent vorig jaar, je dacht ik duik die stad, ik duik die regio, ik ga eens op zoek. Wat waren je verwachtingen toen je begon? Dacht je wordt een makkie binnen een half jaar 100 mensen aan het werk krijgen bij... Nee, 100 bedrijven vinden. Excuse. Die willen helpen, die mee willen denken en die bereid zijn om ook het vertrouwen te geven aan mensen die dat duwtje in de rug wel kunnen gebruiken. Ja. En dat ging eigenlijk supersnel. Wat is supersnel? Nou ja, we begonnen al met iets van 12 bedrijven voordat we überhaupt... Toen waren we alleen maar in de media geweest ermee, van we gaan dit doen. En daarna staken bedrijven elkaar ook aan. Dat is leuk, hè? Dat bedrijven elkaar gaan aansteken. Te zeggen van, joh, doe mee aan de 100 van Sander. Dat is ook wat voor jou. En dat is ook wat voor jou. En ja, zelfs Dirk van de Jumbo, die zegt van, ik ga alle Jumbo's erbij betrekken, want we vinden het zo mooi. Ja, en dat is het. Wat denk je dat het is wat daar gebeurde? Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met in eerste instantie een bedrijf dat denkt bij zichzelf van, nou, ik wil hier wel aan. Ik wil wel eens eventjes mensen gaan helpen. Of mensen helpen dat duwtje in de rug te geven. Dus eigenlijk help je mensen zichzelf te helpen. Hè? Mensen die gaan uiteindelijk, zetten ze zelf de stap van, ik ga dit doen. De bedrijfsleider bijvoorbeeld van, of het nou een Spar is, of een Kroon is, die zegt dan van, kom op, we slaan een arm om je schouders heen en we gaan eens even kijken hoe we jou het beste kunnen inzetten. Dat begint al met zelfrespect en met zelfvertrouwen. En ik heb het meegemaakt dat mensen in hele korte tijd uitgroeiden van echt wel behoorlijk autistische mensen bijvoorbeeld, die uitgroeiden tot een hele divisie in de supermarkt gaan begeleiden, of die een divisie binnen elektrotechniek gaan doen. En dat is echt een kwestie van aan twee kanten. Degene moet zelf natuurlijk heel graag willen, daar begint natuurlijk ook mee, dus willen en kunnen werken. En aan de andere kant de werkgever die bereid is om te zeggen van, hey, ik ga met jou een beetje extra rekening houden en dan krijg je een 10 keer grotere werk en krijg je je beste medewerker krijg je daarvoor terug. Dat is de winst. Dat je die het vertrouwen geeft. Er gebeurt dan wat in het hoofdje. Mm-hmm. En voor jezelf is het ook aanstekelijk, want ik heb het dus meegemaakt, hè, dat mensen zeggen van, joh, ik heb er nu 5 gehad. Ik ga er weer 5 doen, want ik vind het zo leuk om dit te doen. Want ik zie gewoon hoe die mensen groeien. En zij hebben daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Dus het is ook existentialisme. Ja. Je helpt elkaar. Jolanda Tieneman, herken je dit, het enthousiasme bij bedrijven? Ja, of is dit een bepaalde hoek die Sanne nu schetst? Nee, niet alleen bij zeg maar directeur-eigenaar, hè, daar hadden we het dan voorbeeld over. Maar je ziet dat ook bij de medewerkers gewoon op de werkvloer. Dus het heeft ook heel veel impact gewoon voor overal, zeg maar, de hele groep met medewerkers binnen een organisatie. In de zin, het is inspirerend waarin ze, weet je, iemand die een beperking heeft, die heel veel moeite heeft bijvoorbeeld op het werk te komen, maar we horen ook terug, ja, weet je, die verkoudheid, ja, dat is misschien een fout voorbeeld in coronatijd, dan kan je niet meer naar je werk. Maar voorheen, waarin we zeiden, joh, ja, ik voel me niet zo lekker. Ja, ik ga wel werken, want ik heb een collega naast mij zitten. Die heeft echt veel meer uitdaging dan ik. Dus je ziet dat soort vanuit werkmotivatie, die collega ook verder willen stimuleren en helpen. Ja, dat doet dus ook echt iets met de medewerker zelf. Ja. Dus dat is echt heel gaaf om te zien. Ja. Ja. We gaan kijken naar iemand die aan het werk ging met een beperking. En ondertussen wil ik u thuis vragen om vragen en opmerkingen te blijven insturen. Maar ons ook even mee te geven waar je zelf tegenaan loopt vanuit je organisatie. Als je misschien inderdaad wel het enthousiasme hebt dat we hier aan tafel horen. Maar nog niet zo ver bent gekomen om iemand met een beperking binnen je organisatie op te nemen. Waar loop je tegenaan? Laat het ons weten. En dan kijken wij naar het verhaal van Annette die aan de slag ging bij, ik geloof, de Kamer van Koophandelen. Ja. Kijk mee. Ik ben hier medewerker back-office bij de Kamer van Koophandel. Ik ben hier gekomen via diversiteit en inclusie. En omdat ik tractoren ben, heb ik een mooie kans gekregen om hier te werken. Ik doe de jaarrekeningen van alle bedrijven in Nederland. Beoordelen, deponeren, kijken wat allemaal goed is. In het systeem meer schrijven, brieven krijgen. Ja, het is leuk werk.
Ik ben vorig jaar begonnen in november, midden in de coronatijd. Het was een hele uitdaging omdat wij hier moesten werken met mondkapje ervoor. Aangezien ik slechthorend ben, moet ik horen en zien. Ja, en het mondkapje belemmert me. Maar ik heb mijn collega's aangegeven van, nou, wil je alsjeblieft mondkapje omlaag doen? Ik heb daar hele goede ervaringen mee. Niemand deed moeilijk over en dat vond ik ook heel fijn. Iedereen was daar behulpzaam om mij bij te betrekken in het werk gebeuren, met samenwerken, vragen stellen en zo. Ik heb geen fysieke aanpassingen, zoals computer, werktaken, dat heb ik niet nodig. Ik heb alleen een aanpassing nodig voor online trainingen en belangrijke vergaderingen via Teams. Daar heb ik moeite mee met verstaan. Daarvoor heb ik een tolk aangevraagd. Die typt voor mij de tekst uit wat gesproken wordt, zodat ik op mijn telefoon kan volgen. En op mijn laptop kan ik die mensen zien aan de lesstof volgen. De begeleiding die ik hier heb ervaren, ik heb in het begin een buddy gekregen. Zij heeft me ingewerkt in de computersystemen, vooral met twee computerschermen. En verder heb ik ook begeleiding gekregen van Jorjan. Hij is mijn jobcoach. Hij kijkt ook met mij wat ik nodig heb op het werk. Hoe gaat het? Wat wil ik leren? Dat was heel fijn. Ik werk nu bijna een jaar bij de Kamer van Koophandel. Dankzij collega's, wat heel belangrijk is. Manager, jobcoach, mijn buddy. En ik heb nog steeds heel veel plezier om te gaan werken hier. En dat is ook heel belangrijk. Plezier. We hoorden het hier zeggen, het plezier is heel belangrijk voor haar. Misschien is het goed om eventjes het verhaal van daarnet het een beetje te begrijpen en hoe dat gegaan is. Om een voorbeeld te geven, maar misschien ook om te kijken waar jullie tegenaan liepen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ging dat proces bij jullie? Ja, het begint natuurlijk altijd intern. Ik heb het al gehoord zeggen dat de managers, de medewerkers, de intrinsieke motivatie hebben om hun bijdrage te leveren om een collega die te maken heeft met minder arbeidsvermogen, om die te ondersteunen. Dus dat was het allerbelangrijkste wat we aan het begin gedaan hebben. Vervolgens hebben we met de vacaturehouders gesproken van, joh, wat facturen heb je? Waar moet het precies aan voldoen? En waar liggen de ruimtes voor jou om dingen weg te laten of juist... Maar vacaturehouder bedoel je het onderdeel in de organisatie waar zij terecht zou kunnen komen. Wat kunnen we wel doen, wat kunnen we niet doen? Ja, dat is echt heel belangrijk. Nou, vervolgens dan... Wat zeiden ze toen eigenlijk? Laten ze altijd even wennen. Mm-hmm. Want ze hebben te maken met heel veel aannames. Ja. En wat we overigens allemaal hebben, zeg maar. En wij hebben geprobeerd om ze uit te leggen dat die aannames niet altijd de waarheid zijn. Maar wat waren die aannames dan bijvoorbeeld? Ja, dat iemand iets niet zou kunnen. Mm-hmm. Zeiden ze ook bijvoorbeeld van nou ja, dit iemand in een... Dat hoor je wel eens, hè? Van nou ja, iemand in een rolstoel, dat zou nog wel werken. Maar dit zou ik wel lastig vinden. Dat een bepaalde hiërarchie misschien wel is in de beperking die je hebt in het werk. Het is afhankelijk van welke taak je als organisatie moet uitvoeren. Mm-hmm. En daar laat je afhangen van welke profielen je wel kunt ondersteunen door het bieden van een baan en begeleiding. Mm-hmm. En welke profielen je absoluut niet in je organisatie kan plaatsen. En zo eerlijk ook moet je zijn. We hebben ook voorbeelden gehad waarin we iemand mismatchen. We hebben het gehad over mismatchen. Het is zo belangrijk om in de aanloop naar het bieden van een baan aandacht te besteden aan de profielen en de werkzaamheden die je voor je kandidaat hebt. Dus wij doen aan jobcarving en enkele keren als het echt aan nodig is. Aan jobcarving? Ja. Wat is dat? Ja. Wij hebben het over gelijkwaardige behandeling, gelijkwaardige kansen, zeg maar. Hè. Ja. Dus dan willen we eigenlijk, het liefst hebben we tornen niet aan de functie. We gaan geen nieuwe functie creëren. Maar we gaan wel kijken welke taken onder die functies vallen. En op basis van de belastbaarheid van iemand, of het aantal uren, of de concentratievermogen van iemand, kunnen we bepaalde taken weglaten. He, dat is jobcarving. Mm-hmm. Bij jobcreatie is dat je dus bepaalde taken bij elkaar voegt en daar een nieuwe functie voor maakt. Nou, dat hebben we maar slechts één keer gedaan. He, dat was bij de ondernemersplein. Hebben we medewerkers die adviezen geven. Er worden afspraken gemaakt met ondernemers. En er zijn vaak no-shows. Nou, dus hebben we gedacht, weet je wat, misschien bij wijze van uitzondering gaan we een job creëren, een functie creëren, die dus de ondernemers bellen om te vragen, weet u dat u een baan, dat u een afspraak met ons heeft, komt u?
zodat we dan, als ze niet komen, iemand anders kunnen inplannen. Dan hebben ze een nieuwe functie voor ontworpen. Ja. Maar normaal gesproken doen we dat niet. We kijken gewoon, iemand moet het wel kunnen, het werk. He, want wij we hebben een aantal redenen waarom we heel graag divers en inclusief willen zijn. Hè. Dat werd net gevraagd, waarom doe je dat eigenlijk? Nou ja, wij onze ondernemers, die hebben verschillende perspectieven. Nou, dan is het heel fijn om ook binnen je organisatie die perspectieven te hebben. Zodat je dienstverlening, je service en je producten veel beter op kunt afstemmen. Ja. En hoeveel mensen met een arbeidsbeperking hebben jullie binnen de organisatie opgenomen? Nee, wij houden geen cijfers bij. Waarom niet? Wij willen gewoon zoveel mogelijk kandidaten gewoon een kans geven. Maar is het correcte antwoord? Je weet toch wel, je zit er middenin, je weet toch wel hoeveel je hiermee bezig bent geweest? Nou, ongetwijfeld zullen ze bij een afdeling weten, maar ik zit op het werkvloer, dus ik turf niet echt zelf bij wat er is. Ja. Ja, nou waarom ik benieuwd naar ben, we zagen nu het succesverhaal van Annette, tenminste het voorlopige succesverhaal, laten we er even van uitgaan. Maar het gaat ook wel eens mis, dus ik ben ook benieuwd naar waar loop je dan tegenaan en wanneer kan het niet of kan het niet op de manier die jullie in gedachten hadden. Ja, bij het voorbereiden van onze organisatie op het ontvangen van mensen met een verminderde arbeidsbeperking, doen we aan verwachtingsmanagement. Van wat kan je verwachten als iemand binnenhaalt, maar dat doen we ook aan de kant van de kandidaat. He, want het is natuurlijk verschrikkelijk dat je denkt een baan te hebben en achteraf moet beseffen dat het toch niet de juiste is. Mm-hmm. Toen wij starten, dan ben je heel erg gemotiveerd om het te doen en dan laat je wel steken vallen. En we hebben eens een keer bij een helpdesk, hebben we iemand graag een kans willen geven die slechthorend is. Nou, we hebben dus niet bij stilgestaan hoe ingewikkeld is als je iemand aan de lijn hebt die een probleem heeft met zijn computer. Mm-hmm. Misschien ken je het van jezelf, je ratelt door als je de helpdesk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, zo'n iemand die moet natuurlijk alles in één keer opvangen. Ja. Ja, dat is een mismatch. Ja, dat lijkt me evident. Ja, precies. Maar daar kwamen jullie wat later achter. Ja, ja, want je doet het voor het eerste keer. Ja. Ja. En daarom hebben we altijd, als wij de vacature goed in beeld hebben, wat wel niet mogelijk is, hebben we een kennismakinggesprek met de kandidaat. Dat doen we samen met een recruiter en met mij. Ik focus me op wat er nodig is en of wij die kunnen leveren. Mm-hmm. En mijn collega van de recruitment kijkt of die persoon het werk aankan. Ja. Nou, en dan komen ze bij ons op gesprek voor een functie. Ja, Jolanda, ook wel een gedoe hè, als je het zo hoort. Nou, nee, ja, dat is een specialiteit. Ja, weet je, het is echt heel gaaf om te horen hoe bevlogen je hier over spreekt. En daar echt gewoon ruimte en tijd voor maakt. Ja, gedoe. Ja, het is echt wel kiezen dit te doen. Weet je, dus het is wel een bewuste keuze. Bedoel, ga ik zorgen dat ik plekken creëer, dat ik die ruimte bied. En dan moet je het inderdaad, dat draagvlak is cruciaal intern en ook de kandidaat, maar ook vanuit werkgever. Maar hoe kan je die werkgever goed ondersteunen in dit goed te organiseren? Want zeker bij eerste keer, nou, je zegt ook van joh, ja, dat is evident. Alleen op het moment dat je niet helder hebt, hoe ziet die werkplek eruit? Wat is echt het takenpakket van iemand? Ja, welk persoon past daar goed bij? Dat is altijd al een vak, zeg maar, de match maken. Mm-hmm. Ja, dat is hier een gradatie pittiger nog. Ja, en dan horen we voor een deel natuurlijk het verhaal van hoe dat gaat binnen een organisatie of bij een werkgever. Ja. Maar het is ook gewoon verdomd lastig om mensen te vinden, de goede mensen te vinden. Ja. Ja. Wat is jullie ervaring daarmee? Kijk even rond. Ja. Nou ja, wij zijn er heel erg mee bezig. Het aanbod van mensen met een verminderd arbeidsvermogen is niet vanzelfsprekend, hebben wij gemerkt. En dus wat wij doen is... Wat bedoel je daarmee? We hebben toch net geconstateerd dat er duizenden mensen zijn in de regio Rotterdam die voor zo'n plek in aanmerking zouden komen? Ja, wij werken landelijk, hè? Dus Rotterdam nog is een onderdeel daarvan. Nog makkelijker zou je zeggen, maar dat is niet het geval. Wat de oorzaak daarvan is, ja, daar hebben we misschien een voorsprek even samen met Piet hebben we over gehad, waar ze aan liggen. Nou, daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Maar daar waren de kijkers niet bij, dus dat gaan we nu nog eens eventjes even flink tot op de bodem uitzoeken hoe dat zit. Ja. Ja. Het probleem is, waar we mee zitten, is toch de vindbaarheid van die mensen. Ze zijn er op zich. Hè? En ik denk uiteindelijk op een gegeven moment, wij werken hier in Rotterdam met Hallo Werk. Waarin we in principe op een gegeven moment werkzoekenden, ook vanuit het doelgroepenregister, zoveel mogelijk proberen in te plaatsen. Op basis van skills en vaardigheden. En proberen we ze ook eigenlijk allemaal door middel van een vraaggesprek. Goh, wat vind je nou leuk? Wat kan je nou eigenlijk? Wat wil je heel graag?
Het grote probleem waar we net al over hadden, in het kader van de privacywetgeving, dat je ze niet mag bestempelen als iemand vanuit een doelgroepenregister. Hè? Dus dat is al het probleem. Dus, maar wacht even, Richard Motik, zie je knikken. Ja, er is een duidelijke database, dus een kaartenbak met mensen die werk zoeken. Er staat niet op die kaartenbak, nou dit is Geert Maarsen, die ouwe hoert een beetje te veel, hij is een beetje te lang, maar verder kan hij best doorwerken. Dat soort dingen mag je daar dus niet in meenemen. Wij als gemeente weten dat wel, mm-hmm. Dus wij mogen het wel voor onszelf ook opschrijven. Alleen de van het werk die wij hebben, die hebben we juist ontworpen zodat werkgevers daar zelf ook in kunnen kijken. Mm-hmm. En die informatie mogen we niet aan werkgevers geven. En dat is toch juist wat je wil weten, zou ik zeggen. Werkgevers die door die databank doen, zien geen verschil tussen een reguliere werkzoekende mm-hmm. en een werkzoekende met een beperking. Ja. Terwijl er natuurlijk werkgevers zijn die juist op zoek zijn naar een werkzoekende met een beperking, omdat ze in het kader van inclusief werkgeverschap juist zo iemand een kans willen geven. Dat maakt het lastig. En dat maakt het lastig in dit overgereguleerde land waar privacy soms zo belangrijk wordt gevonden, dat we eigenlijk mensen die een beperking hebben ook een kans ontnemen om een werkgever te vinden. Ja, ook een beetje gek toch, Jolanda? Niet te kijken. Sander, dit is toch een wonderlijke... Wat wij zelf doen op het moment dat wij op zoek gaan naar kandidaten, dan hebben we diverse kanalen. En dat zijn er soms 20, van belangenverenigingen, patiëntenverenigingen, tot aan WSP, inderdaad gemeenteloket. Dus dat netwerk ontsluit, en dat doen wij dagelijks. Dus in die zin is dat voor ons niet vreemd. Maar als je natuurlijk als werkgever als eerste soort daarnaar op zoek gaat, is het wel zoeken naar een route van hoe vind ik dan Dus Pieter, als ik het goed begrijp, zijn er dus dat enthousiasme voelden we net al een beetje aan tafel. Ja. Heel veel werkgevers, groot of klein, maakt niet uit, publiek particulier, die aan de slag willen hiermee. Maar het wordt ze niet echt makkelijk gemaakt. Nou, ik denk dat het wel steeds makkelijker wordt. Hè. We zijn er heel hard mee bezig hier in Rotterdam. Dat in samenwerking tussen die triple helix, overheid, onderwijs en ondernemers, proberen we zo goed mogelijk inzicht te krijgen van hoe kunnen we nou het beste die mensen vinden. Hoe kunnen ze ook koppelen. Dat gaf Jolanda ook aan. Hè. Dat op een gegeven moment, daar hebben we wel expertise bij nodig. In het verleden kon je op een gegeven moment makkelijker in zo'n kaartenbak mensen vinden. Nou, deze mensen moeten echt op een gegeven moment toch een beetje gebracht worden. En die koppeling, daar hadden wij het ook al over, hè, die communicatie op een gegeven moment tussen al die partijen kan wel beter. Mm-hmm. Dus ik denk dat we met z'n allen nog meer aan die communicatie moeten werken. Want, met z'n allen, gedeelde verantwoordelijkheid is... Samen, vooral samen. Ja, samen maar aan wie is dit een oproep? Nou, aan het WSP, aan het UWV, aan ons als partijen op een gegeven moment die hier vooral elke dag mee bezig zijn. Mm-hmm. En we steken ook hand in eigen boezem, vooral ook op een gegeven moment. Hoe kunnen we dit nou nog beter aan onze leden, aan onze achterban op een gegeven moment duidelijk maken? Want je gaf net aan op een gegeven moment, het is niet alleen maar vanuit het goede gevoel van ik moet dit ook op een gegeven moment doen, maar het is ook, we hebben ze gewoon keihard nodig, die mensen. Ja. Dat mag je ook eerlijk zeggen. Hè? We hebben ze gewoon keihard nodig. We gaven ook al aan van de groep die we vanuit Polen, Roemenië, die wordt steeds kleiner. En we hebben hier in principe heel veel werkzoekenden, weliswaar met een rugzakje, maar die kunnen we best heel goed gebruiken in onze ondernemingen. En die hebben we ook keihard nodig. Ja. Mag ik misschien even iets zeggen over het vinden? Hè? Want dat vroeg jij mij van hoe doen jullie dat? We kunnen natuurlijk de overheden vragen om ons te helpen om het makkelijker te maken om ze te vinden. Maar je kan ook zelf als organisatie ook het een en ander doen. En dat is de netwerkpartners waarmee je samenwerkt. Die weten over het algemeen wat er scheelt. Hè. En dan is het voldoende om alleen te zeggen, joh, we hebben hier iemand die behoort tot die bepaalde doelgroep. Wij hanteren bij de Kamer van Koophandel niet alleen met doelgroepregister. Wij houden de doelgroep van de verdrag van VN Handicap aan. Dat betekent dat een bredere doelgroep is. Hè. Dus dat is beperking, chronische aandoening, cultuur en of taalachterstand. Zeg maar. Dus dan heb je veel meer ruimte om te zoeken, zeg maar. En als die persoon bij ons is, dan werken we met een begeleidingspaspoort. Dan hebben we het niet hebben over die aandoeningen, dus bijvoorbeeld autisme, wat dan ook. Mm-hmm. We kijken wat het gevolg is van het hebben van zo'n aandoening. Dus bijvoorbeeld als je met hem communiceert, dat je op een bepaalde manier communiceert. En hoe vind je die mensen? Want in principe hebben we net geconcludeerd dat je in principe die als dusdanig mag bestempelen. Het is wat net werd gezegd door Jolanda. Je werkt met heel veel netwerkpartners die het doel hebben om mensen uit doelgroepregister aan het werk te helpen. Dus je gaat ze allemaal benaderen. Dus als werkgever heb je ook, denk ik, als je echt graag wil, hè, heb je ook de ruimte om op te zoeken. En niet te wachten tot het wordt aangeleverd. Dus je moet beide elkaar opzoeken.
En op die manier hebben wij tot nu toe onze kandidaten kunnen vinden. George zegt hier eigenlijk gewoon werk aan de winkel voor die werkgever. Die moet het harde zijn best doen. Ja, maar ik denk dat we ze daar ook beter in moeten begeleiden. Hè? Laat me vooropstellen, de gemiddelde MKB'er heeft 7 man in dienst, is een meewerkend voorman. Die is hartstikke blij dat hij het einde van de dag haalt. Mm-hmm. Die moet je het een beetje makkelijker maken misschien. Nou ja, en hem veel meer begeleiding geven. En daar zijn wij natuurlijk in Rotterdam keihard mee bezig. Om uiteindelijk te zorgen dat we die man ook op een gegeven moment, of vrouw of wie dan ook, uiteindelijk zorgen op een gegeven moment van, joh, als je dit wil doen, dan nemen we je even aan de hand. En dan gaan we je in, misschien bij die eerste op een gegeven moment toch even van A tot Z even helpen. Ja. Dus ik denk dat we daar op een gegeven moment ook dat vooral samen moeten doen. En niet alleen maar die verantwoording bij die werkgever leggen, joh, jij moet het zelf even uitzoeken. Laten we even kijken naar een vorm van begeleiding die hier in ieder geval bij komt kijken. En dat is de jobcoach. We hebben een video. Het geluid valt een beetje tegen, dus bear with us. Maar we vonden het toch belangrijk om dit verhaal ook met jullie te delen. Kijk mee. Ik ben Lara van de Stad, ik werk als adviseur, jobcoach en loopbaancoach bij de Randstad Participatie in de regio Rijnmond. Wat ik doe als jobcoach is het vinden en behouden van een werkplek voor een kandidaat. In de eerste instantie bij de werving ga ik echt zoeken naar een geschikte kandidaat die past bij de werkplek. Vervolgens ga je met de kandidaat mee naar zo'n sollicitatiegesprek. Het is heel erg belangrijk dat wederzijdse verwachtingen en afspraken heel erg duidelijk zijn. En ook vooral wat heeft iemand nodig op de werkplek, dat dat helder is. En vervolgens op de werkplek zelf, in de begeleiding, ga je werken aan doelen, zodat iemand zich kan blijven ontwikkelen, groeit in zelfvertrouwen, met een positieve werkfocus werkt. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om een duurzame plaats, zodat iemand ook met veel plezier lang aan het werk blijft. Wat mijn meerwaarde als jobcoach is voor de doelgroep met banenafspraak, is dat je zowel de werkgever als wel de kandidaat gaat begeleiden op de werkplek. Je kan tips en adviezen geven, vragen beantwoorden, maar het gaat er vooral om dat je de vertaalslag en ondersteuning biedt in de begeleiding van de kandidaat, zodat iemand optimaal functioneert op zijn werkplek. Hoe jobcoaching er in de dagelijkse praktijk uitziet, dat is eigenlijk wel wisselend, omdat het altijd maatwerk is en afhankelijk is wat ook de beperking van de kandidaat is en wat iemand nodig heeft. Je ziet wel in de praktijk in het begin is het intensief om je basis te leggen en naarmate iemand zelf wetzamer wordt, zal die begeleiding ook minder worden. Wethouder Richard Moti, waarom is dat jobcoachen zo belangrijk om dit probleem of deze uitdaging aan te gaan? En werkt het op de manier zoals het zou moeten werken volgens u? Ja, ik zou het zeker overigens geen probleem willen noemen, maar vooral een uitdaging. Maar je ziet inderdaad dat mensen met een beperking, met een rugzakje, zoals het ook wel eens wordt genoemd, die moet je wel goed laten landen. En daar heb je gewoon in het begin als werkgever even wat ondersteuning bij nodig. En dat kan een jobcoach zijn binnen het bedrijf, maar het kan ook een externe jobcoach zijn die vanuit de gemeente wordt geleverd. Mm-hmm. Maar dat is heel belangrijk voor die eerste fase. En wat we zien, dat hebben we ook gezien bij werkgevers die hebben meegedaan met de 100 van Sander, is dat na verloop van tijd zo'n jobcoach eigenlijk een beetje overbodig raakt. Omdat iemand gewoon op zijn plek komt te zitten, aan zelfvertrouwen en eigenwaarde wint. En we zien dat mensen dan groeien en dan steeds minder een beroep hoeven te doen op een jobcoach. Maar in die beginfase is het echt cruciaal om ervoor te zorgen dat mensen niet ongelukkig worden op de werkvloer. Maar ook dat die werkgever niet ongelukkig wordt. En dat dat huwelijk zeg maar, tussen die werknemer en die werkgever gewoon goed gaat. Ja, Sander, je hebt dat zien gebeuren ook, dat zo'n jobcoach. Wat is de magie, of maak ik het daarmee te complex? Wat voegt zo iemand toe? Het belangrijkste is natuurlijk vertrouwen weer. Hè? Dat je aan beide kanten eigenlijk vertrouwen geeft. Een jobcoach is eigenlijk de cement tussen de bakstenen. En die vertelt eigenlijk aan beide kanten van joh, hoe gaan we het aanpakken? En je staat er niet alleen voor. Mm-hmm. Want als werkgever is het ook best wel spannend. Hè? Van, okay, de jobcoach is er ook voor die werkgever. Tuurlijk, yes. Bedacht je, dat is dat samenwerken. Dus het is het cement tussen beide partijen. En om dat heel smooth te laten lopen, is het natuurlijk heel goed dat een jobcoach weet wat zijn cliënt weet. Weet je wel, wat hij kan en de uitdaging. En dat ook heel goed kan vertalen naar de werkgever. Van kijk eens,
Wat hij niet kan is dit en dit en dit en dit. Maar wat hij wel kan is dit en dit en dit en dit. Maar heb je het zien gebeuren op een plek met een kandidaat? Tuurlijk. Waarbij je dacht, nou, ik moet het nog maar zien hoor, dat dit gaat lukken. En nou, dat er iemand bij kwam en dat Sment nou, zo fantastisch ertussen smeerde. Tuurlijk. Kun je voorbeeld geven? Ik heb heel veel voorbeelden. Wat misschien een heel mooi voorbeeld is een meisje die een herseninfarct had gehad. En dus thuis zat en op een gegeven moment zo depressief als een deur was geworden. Omdat ze gewoon ja, van midden in het leven staan, van grote vriendengroep, opeens thuis zat. Geen werk meer, bepaalde dingen niet meer kon. En die ging eigenlijk, haar wereldje werd steeds kleiner, raakte in isolement. Totdat Erasmus MC, een van de eerste partijen ook die ja zei tegen de 100 van Sander. Toen zei tegen dat meisje, kom maar, we gaan eens even kijken wat we met jou kunnen doen. Want juist in een ziekenhuis zou jij helemaal tot je recht kunnen komen. Nou ja, dat is vanaf met de jobcoach samen, van dit kan ze nog wel allemaal. Nou, dan gaan we hier gebruik van maken en dan gaan we het zo invullen. En ook het vertrouwen geven aan een jobcoach van, je staat er niet alleen voor. Ik help je met alles waar je behoefte aan hebt en ik ben dag en nacht bereikbaar voor je. Nou, dan gebeurt er opeens wat en dan gebeuren de mooiste dingen. Nou, die vrouw is nu een van de toppers van het ziekenhuis geworden. Nou, vind ik een topvoorbeeld. We hebben een jongen gehad met ADD en een behoorlijke vorm van autisme. Die heel druk is en die is bij de Albert Heijn aan de slag gegaan. En daar hebben ze rekening gehouden met zijn autisme en met zijn beperking. En uiteindelijk is dat gewoon een van de trouwste, loyaalste en meest waardevolle medewerkers geworden die ze maar kunnen bedenken. En dan komt ook echt zo'n bedrijf, die kwam toen bij ons bij Vreubel, waar we het lanceerden. En die stond echt helemaal te vertellen, het is zo'n gouden gozer. En als die binnenkwam met holle ogen van geen zelfvertrouwen, geen zelfrespect, eigenlijk een beetje helemaal teruggetrokken van, oh, ik ben eigenlijk meer een last voor de maatschappij dan dat ik de maatschappij iets breng. Naar nu opeens iemand die er staat, die het binkie is, die een pak heeft gekocht van zijn salaris en daar helemaal staat te shinen. Nou ja, dat kijk ik nu nog kippenvel van. Ja. En zo hebben we niet één voorbeeld, hè. Zo hebben we heel veel voorbeelden. We hebben er bijna 1200 nu, meer dan 1200 inmiddels aan de slag gekregen. Dus het gaat echt wel goed. En toch liggen er nog steeds kansen om het nog beter te laten gaan. Ja, dan gaan we zo. Ik denk eigenlijk ook wel dat je iets heel belangrijk hebt, dat zo'n jobcoach is niet alleen voor je werknemer, maar ook voor die werkgever. Ja, precies. Heel erg belangrijk om hem, en dat misschien nog een klein beetje ondergesneld is eigenlijk wel. Dat die jobcoach voor die werkgever is en ook die werkgever duidelijk maakt van wat zijn nou de nadelen, maar ook de voordelen van zo iemand in dienst nemen. Ja. Want zo'n werkgever denkt, ja, onbekend is toch een beetje onbemind. Dat we juist die achtergrond op een gegeven moment nog beter uitleggen, ook aan die werkgever, wat zijn nou allemaal de mogelijkheden. Wat zijn ook de ondersteuningen vanuit de gemeente, hè, die we vooral kunnen geven ook en dergelijke. Maar klopt, hè, wat jij nu net zegt, hè, onbekend maakt onbemind. Dat gebeurt ook dus vaak. Ja. Er zat een bedrijf die belde op na onze meeting, na ons webinar. En ik dacht dat hij vergeten was te tekenen. We hebben altijd een tekenmoment met 100 van Sander. En ik dacht dat hij vergeten was te tekenen, dus ik nodigde hem bij me thuis uit. En ik kwam een prachtig installatiebedrijf. En hij zei van, ja, ik dacht er eigenlijk nooit over na. Ik zat altijd maar te denken van, ja, dan haal ik ze uit Polen of uit Roemenië of uit Bulgarije. Maar ik kan natuurlijk hartstikke mooie jongens uit Rotterdam-Zuid een kans geven in mijn bedrijf. Ze hoeven niet opgeleid te zijn. Ik geef ze de opleiding. Dan is iemand dus aangestoken door iemand of heeft iemand even aan het vuur gekregen. Ja, dan gebeuren er de mooiste dingen. Ja, we gaan het zo hebben over hoe we dat vuur wat kunnen opstoken, dat enthousiasme. Maar ook over de kansen of de uitdagingen die er nog liggen. Kijk uit, het is een houten gebouw, hè, met het opstoken van het vuur. Ja, we zetten een paar ramen op hier zo meteen. Maar we gaan eerst even kijken naar iemand die werk zoekt. Want er zijn natuurlijk ook nog genoeg. Annette zagen we net, die heeft een mooie plek gevonden. Maar we gaan kijken naar Arne, die heel graag in IT wil werken. En zijn jobcoach Ronald. Kijk mee. Ik zoek een functie binnen de ICT. Ik ben Ronald en ik ben de jobcoach van Arne. Ja, ICT is een heel groot sector. Ik wil liever meer aan richting hardware. En verder wil ik ook nog door met standaard ICT dingen, dus helpdesk, mensen helpen. Eerste lijns hulp, dus hè, dat je korte vragen kan beantwoorden, die gaan over de producten. Mm-hmm. Ja.
Ik weet dat het een lastige vraag is, maar wat zijn jouw kwaliteiten? Mijn kwaliteiten zijn dat ik vaak eerlijker ben en dat ik heel erg doen best om precies te zijn. Dus... Heel secuur, hè? Je komt altijd heel goed je afspraken na. Je vindt ook belangrijk dat andere mensen zich aan afspraken houden, dat bedoel je. Ja. En verder, verder ben ik multicultureel wegens dat ik een half Japaner en een half Nederlander ben. Je spreekt ook meerdere talen? Ja, Japans, Nederlands en Engels. Oké. Wat heb je nog meer voor goede kwaliteiten? Ik ben heel erg nauwkeurig en ik ben heel erg betrouwbaar volgens mijn vrienden. Zijn er nog zaken waar een werkgever rekening mee moet houden? Bij werk heb ik heel vaak meer tijd nodig dan iedereen. Het is vaak gebeurd bij mij dat ik alles niet op tijd kan halen. Want ik werk op heel erg op nauwkeurigheid, op detail en door dat kost heel wat tijd. Ook al hoeft het niet. Ik hoop dat u een leuke baan heeft voor mij. Ik wil graag aan het werk. Dat was het verhaal in de oproep van Arne, die heel graag in IT aan de slag wil. Voor u ook een vraag. Ziet u een plek, en dan gooi ik er even een polvraag uit, voor iemand zoals Arne in uw organisatie? Stem even mee en dan kunnen we de temperatuur van het water een beetje peilen. Richard Moti, ik zag een glimlach. Sorry, ik ben je gaan zeggen. Ik hoop niet dat je dat erg vindt. Ik zag glimlachen toen je naar het verhaal van Arne keek. Wat was dat? Nou, volgens mij, wat ik zo mooi vind aan dit interview, is dat vooral de nadruk wordt gelegd op wat iemand wel kan. Ik geloof ook echt oprecht dat iedereen het talent heeft. Mm-hmm. Alleen je moet soms dat talent ontdekken bij iemand. En als je dat talent ontdekt en op de juiste manier gebruikt, dan zie je altijd hele waardevolle medewerkers. Ik was een keer op werkbezoek bij een bedrijf, een staalfabrikant. Die maakt van stalen platen, maken ze allemaal meubilair. En die had dus ook iemand met een bepaalde vorm van autisme in dienst, die voor hem de ontwerpen deed om de metaalplaten, zeg maar, de stukken uit te snijden, zodat er zo min mogelijk restmateriaal over was, maar dat is allemaal verlies. En had hij dus iemand voor in dienst genomen, die met een lichte autisme, omdat hij dus daar super goed in was en zich driedubbel terugbetaalde, want hij kende niemand anders die dat kan. Ik kon daar geen machine voor bedenken, het moest echt mensenwerk. Maar die jongen was daar heel goed in. Het enige wat die jongen nodig had, was dat hij in een rustige werkplek zat met heel weinig prikkels. Mm-hmm. En niet te snel zou worden afgeleid. Nou, dat heeft hij geregeld en uiteindelijk echt een fantastische werknemer. En wat ik mooi vind van dat voorbeeld is dat je dus, als je iemand in zijn kracht zet, hè, dat zeggen we altijd wel eens, hè, iemand zijn talenten aanspreekt, dan zie je wat voor win-win situaties je kunt creëren. En ik moest lachen toen ik Arne net zag. Die is heel zeggen, ik ben heel precies, heel detailistisch, perfectionistisch. En ik vind dat is bij een aantal vakken is dat echt nodig. Daar mag je geen fouten maken. Ja. Als je in het ziekenhuis werkt, willen we niet dat er fouten worden gemaakt. Je zou willen dat de gemiddelde normale sollicitatieprocedure zo eerlijk verliep. Hè? Waar ben je goed in, waar ben je niet goed in? Ja. Ik denk dat er veel plekken zijn waarop dat minder duidelijk expliciet wordt gemaakt. Is het in die zin, dat denk ik de hele tijd, ook als ik het verhaal van Arne hier hoor en zie, denk ik, het is eigenlijk niet anders dan een normale bemiddeling in een arbeidsproces, toch? Wat ik al zei, wat kun je goed, wat kun je niet goed en hoe brengen we dat een beetje in de praktijk? Weet je, uiteindelijk is een matchmaken echt wel gewoon een vak apart en dat is ook hierop. Dus het is vooral kijken, wat is vanuit analyse, wat kan je maken? Hè? En die groep hele mooie voorbeelden vanuit het Erasmus, wat jij ook zei, en George bij Kamer Verkoophandel, om dan ook te zien, kan je dat doen met ook bijvoorbeeld om- en bijscholing? Weet je, dat kan ook, hè? Want er zijn ook kandidaten die hebben een fysieke beperking, kunnen misschien wat minder uren werken. Maar weet je, we hebben gewoon heel veel hbo'ers ook aan het werken zo. Dus het is natuurlijk een hele diverse groep. Of waar kan je werk aanpassen of misschien het werk voor de eigen medewerker nu aantrekkelijker maken door een paar taken eraf te halen die ze niet zo leuk vinden, waar je iemand op aan kan nemen die dat juist heel gaaf vindt en daar heel blij mee is. Dus denk, er zijn natuurlijk allerlei manieren te bedenken hoe je dit kan doen en oplossen. Ja. Eigenlijk lopende de gesprekken, op een gegeven moment kom ik bij mij de gedachte op, als je iemand zo zorgvuldig op een gegeven moment aanneemt, hè, in die zorgvuldigheid die jij ook al noemde, hè, dan weet je eigenlijk zeker op een gegeven moment dat iemand slaagt in een job. Veel beter dan dat je op een gegeven moment iemand aanneemt waar je na 2 maanden aan vastzit.
En dat je denkt van, goh, laten we hopen op een gegeven moment dat hij zijn werk wel doet. Maar eigenlijk is dat dit een nog een veel betere manier van mensen aannemen en begeleiden eigenlijk. Ja. Dus als jullie dit nou allemaal zo belangrijk vinden, hè, met elkaar. En ook in de, van de mensen die kijken zegt 94%, ik zou iemand een plek geven. Geen twijfel mogelijk. Toch de constatering dat er nog wat werk aan de winkel is. Wat moet er gebeuren en wat is er nodig om dat tempo wat op te voeren? Richard Moten. Ik noemde net aan het begin al die wetbanenafspraak. En dat is een afspraak tussen werkgevers en werknemers op landelijk niveau samen met de regering om ook mensen met een beperking een kans te geven op de arbeidsmarkt. En in die wet is ook opgenomen dat als partijen daar niet aan voldoen, er ook eventuele sancties zouden kunnen worden opgelegd, boetes, zoals dat heet. Wat je helaas nog wel ziet, is dat werkgevers die eenmaal begonnen zijn, die zijn heel snel heel positief en enthousiast. Maar we zien nog steeds toch te veel werkgevers met koudwatervrees. Het is denk ik goed dat ze dit soort webinars houden om ook hun te informeren dat die koudwatervrees onterecht is. Mm-hmm. Ik kom nog steeds helaas te veel bijvoorbeeld architectenbureaus tegen die dan zeggen, ja, we hebben alleen maar hbo en academici in dienst, dus wij kunnen die wetbanenafspraak niet invullen. En dat is niet waar, ze kunnen het wel degelijk invullen. We hebben ook heel veel voorbeelden, ook bij de 100 van Sander, van bedrijven die alleen maar hoger opgeleide mensen in dienst hadden en toch in het kader van de campagne iemand met een beperking in dienst heeft genomen. Want ook daar kun je aan jobcarving doen en al dan job creation als het zelfs nodig is. En ik denk dat we die slag nog echt moeten maken in onze regio. Dus ik zie dat er heel veel werkgevers zijn die heel welwillend zijn. En daar gaat het gelukkig de goede kant mee op. Ik zie ook dat een organisatie als MKB Rotterdam Rijnmond enorm helpt daarin. Om werkgevers te informeren en over de streep te trekken. Maar tegelijkertijd zie ik nog steeds ook te veel werkgevers die we nog niet met het verhaal hebben bereikt. Jolanda? Daar hebben we nog echt de uitdaging. Ja, wat we ook zien, weet je, daar hadden we natuurlijk in het begin ook over. We komen coronacrisis uit en we zien een enorme krapte ook ontstaan. Dus het is, denk ik, niet eens meer vanuit luxe. Het is denk ik ook echt wel nodig, wil je alle bedrijfsvoeringen door kunnen laten gaan, dat je op een andere manier kijkt naar het inrichten van werk. Ja, ja. En dus nee, maar die noodzaak is evident. Ja, hè? En dat, voor een deel is dat vuur er al bij die ondernemers en die werkgevers, maar voor een deel is er misschien wat koudwatervrees wat weggenomen zou kunnen worden door te informeren of te inspireren. Communicatie. Of dat nou nu vandaag doen of op een andere manier. Wat is het appel aan de andere betrokken partijen? Dan kijk ik even naar jullie of naar Sander. Van als het nou gaat om WSP of om het UWV of om de gemeente Rotterdam, wat is er nodig om dit proces te versnellen? Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is op een gegeven moment de samenwerking die we moeten doen. Hè. Dat is, ik denk dat dat de crux is van ook een beetje het succes wat we wel in Rotterdam hebben ten opzichte van de andere gedeeltes in de landen. We moeten het vooral samen doen. Ik denk dat we echt de boer op moeten om die achterban te bereiken. Dus we moeten echt naar die ondernemers toe. Die ondernemers hebben het, vooral het MKB, hè, want we roepen wel, goh, de economie floort weer op, het is allemaal fantastisch. Maar die gemiddelde MKB heeft het nog hartstikke moeilijk, want die heeft zijn pensioen opgegeten, zijn huis opgegeten en van zijn oma geleend. En die moet eerst weer een beetje opkrabbelen op een gegeven moment, dus die heeft ook nog wel andere problemen. Maar we moeten vooral de boer op, we moeten hem vooral op een gegeven moment, en hij heeft ook die mensen keihard nodig. Nou, en als we uiteindelijk op een gegeven moment die communicatie goed met elkaar doen, die koudwatervrees weghalen, onbekend maken, onbemind weghalen. Het is een lange weg gegaan, maar we moeten het vooral vertellen. Vooral communiceren. Ja, en toch, even plaatsen, ik hoor toch ook wel heel erg vaak van die ondernemers willen wel. Alleen, het is dan toch heel erg moeilijk om, of nou komt de privacy vindbaarheid, om die kandidaten te vinden. Is het nou, hè, Sander, want jij bent op een bepaalde manier, jij dartelt een beetje rond met jouw ambitie, jouw drive om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. Hè? Maar je bent ook niet gebonden door een instituut of zo waar je aan vasthangt. Heb je er vertrouwen in dat dit vanuit die instituten zoals het UWV, gemeente Rotterdam, WSP, goed te organiseren is? Of heb je iemand nodig zoals jij die in een, ik geloof in een Fiatje met de skyline van de stad, bijna als een breekijzer rondrijdt en de deuren opent om hier echt van
verandering in het werk. Nou, af en toe is dat wel goed, denk ik. Ik denk, daar hebben wij het ook al een paar keer over gehad. Af en toe is het best goed om een deur open te trappen bij een werkgever waar tot nu toe de deur dicht was. Ja, maar die werkgever, zeg maar, hebben het al veel over gehad. En die had jij binnen no time allemaal enthousiast. Hè? Nog even over die vindbaarheid van die kandidaat. Want wat moet er dan aan die kant van het verhaal? Bij wie moet er de deur nog misschien een beetje ingetrapt worden? Nou, ik denk dat we wel eens nog beter mogen gaan kijken van wie hebben we nou eigenlijk allemaal... Wie hebben we eigenlijk allemaal binnen onze dossiers zitten? Wie zitten allemaal in de kaartenbak? En laten we ze nog beter kijken van wat ze kunnen en waar hun talenten liggen. En laten we dat eens even gaan kijken bij welk bedrijf we dat kunnen plaatsen. Dus inderdaad, dan kom je op weer wat Piet ook zegt. De samenwerking, dat je samen de handen ineens slaat van werkgever, ESP Rijnmond. Allemaal hebben we ons stukje, als we dat bijdragen... Dan krijg je dus heel veel mensen aan het werk. Daar ben ik van overtuigd. Omdat de werkgevers willen. Ze moeten ook inderdaad. Dat heb je net terecht gezegd. En ik denk dat als we ook eens even kijken. Nog meer kijken naar van wat mensen kunnen. Dat we ook vanuit de instanties. Dat we steeds meer mensen kunnen gaan plaatsen. Omdat de bereidwilligheid is er zo enorm. Mensen raken zo enorm begeisterd door succesverhalen. Dat mensen echt wel echt heel graag willen. En van beide kanten is dat. Dus ja, laatst heb ik een bijeenkomst gehad met mensen die dan in zo'n bestand zitten. Die al heel lang werkloos zijn. En eigenlijk al heel lang geen werk kunnen vinden. En waarvan ik had verwacht dat ze echt wel murf waren. Mm-hmm. Nou jongen, een hele rij met allemaal mensen die wilden praten. Dus het feit dat ze er waren zegt al genoeg. Ze willen aan de slag. Ze kunnen ook aan de slag. Ze vertelden mij allemaal stuk voor stuk... hun beperking, waar ze tegenaan lopen vanuit hunzelf. En uiteindelijk ga je toch dan was kijken, het nog niet gebeurd, tot op dat moment. Wat is het nou waardoor er ergens nog zand in de motor zat... dat die mensen niet aan een baan geholpen waren? Nou, dat kan van twee kanten zijn. Nou, zal ik eens een voorbeeld geven waar het bijvoorbeeld misgaat? Nou, er was bijvoorbeeld een oorlogsveteraan. Die komt uit Afghanistan. Hij heeft alles meegemaakt. Hij had zijn beste vriend als die verloren op een bermbom. Hij zei tegen mij, ze zetten me op een baan van 9 tot 5, 5 dagen per week. Ik kan het nog niet, Sander. Mijn hoofd is er nog niet geschikt voor om 5 dagen per week ineens. Dan wordt het me te veel. Dan komen de muren op me af. Ik zei, wat zou je dan willen? Zou je bijvoorbeeld willen beginnen met 2 halve dagen? Hij zegt van dat zou ik echt fantastisch vinden als ik zou beginnen met 2,5 en dan wil ik het heel graag. Maar die ruimte was hem tot dat moment nog niet geweest. Nee, en dan raak je daarmee in gesprek. Hoe komt dat, denk je? En dan komen we met elkaar. Nou, misschien ook omdat, sowieso met de crisis was natuurlijk, voor de crisis liepen we als Rotterdam echt voorop. Ging het waanzinnig goed, daar hebben we het vaak over gehad. Ja. En door de crisis hebben we natuurlijk echt wel een tikkie gehad. Maar ik denk dat we nu weer gegroepeerd zijn. En kunnen zeggen van wie hebben we in huis, wat zijn de kwaliteiten, welke bedrijven kunnen we daar bedenken en welke bedrijven bieden zich aan en hoe. Die match moeten we meer gas op geven. En ik ben ervan overtuigd dat als we daar gas op geven, dat we ook echt heel veel kunnen bereiken. Want Rotterdam is wel een stad die voorop loopt als het gaat om dit soort dingen en ook elkaar de waarheid vertellen. Want er zijn heel veel provincies... Over elkaar de waarheid vertellen. Ja. Jolanda, wat heb jij nodig om het nog beter te doen vanuit Randstad en Tempo Team? Uiteindelijk toch wel wat jij zegt, wilt ontsluiten van die werkgever. Dat en meer kandidaten. Ja, meer kandidaten. We hebben een vraag uit de chat. Denk eens aan contact met praktijkscholen. Veel leerlingen van deze scholen krijgen hun doelgroepverklaring en staan te springen om een baan. Nee, maar dat is wel een hele bekende groep, ook voor ons. Okay. Inderdaad. Ja. Ja. Worden lang gewerkt. In die zin, die contacten hebben we. Zien ook wel dat zeg maar, het ontsluiten dan toch weer naar werk en daar een passende plek voor vinden. Want dat voorbeeld wat je zegt, joh, vanuit zo'n veteraan. Je ziet alleen wel, het is voor een werkgever ook best heel ingewikkeld om dan die 2 keer 2 uur zeg maar, te bieden. Mm-hmm. Dus hoe kan je dan die werkgever weer goed helpen in, hoe maak je dat groter? Flexibele regelingen. Ja, dat flexibele regeling. We zitten vaak te veel in een stramien, dus we moeten, dit is de regel. En, we hebben het in allerlei maatregelen, de menselijke maat, maar ook hier weer flexibele regelingen. Ja. Laten we om echt maatwerk proberen te leveren. Dat kost heel veel energie en tijd en geld, laten we dat ook wel voorop stellen. Maar toch denk ik dat dat de weg is. Ja. Nou, gelukkig zijn daar een aantal regelingen voor opgetuigd, onder andere met betrekking tot subsidie of gewoon het makkelijker maken. Laten we even luisteren naar het verhaal van 2 participatieadviseurs over de beschikbare regeling. Caroline Beckman, participatieadviseur bij het werkgeversservice.Rijnmond. En ik ben Marja Thalen, directe collega van Caroline
En onze rol is dat we werkgevers adviseren in het proces om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, ondersteunen, adviseren en alles wat erbij komt kijken. Waar krijg je als werkgever mee te maken als je iemand in dienst neemt? Je kan bijvoorbeeld mee te maken krijgen dat iemand het werktempo niet aan kan. Of je kan te maken krijgen met een hoge verzuim of bijvoorbeeld werkplekaanpassingen. Vanuit het werkgeverservicepunt compenseren we de loonkosten. Bij verzuim bieden we de no-risk-polis en wanneer er een werkplekaanpassing nodig is, bieden we erbij ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een speciaal beeldscherm voor een slechtziend iemand. Hoe weet je als bedrijf nou dat je de juiste persoon op de juiste plek hebt aangenomen? Het is altijd een risico om op basis van één gesprek iemand een dienstverband aan te bieden. We proberen dat risico zo klein mogelijk te maken door niet alleen een sollicitatiegesprek, maar ook een maand proefplaatsing aan te bieden. Daarin bekijk je in deze maand of diegene op zijn plek zit, of die het goed doet, of die het kan. En dan pas aan het einde van de proefplaatsing bied je hem een dienstverband aan. U kunt met ons in contact komen aan de hand van een factsheet die na de webinar naar u zal worden gemaild. Daarop staan alle contactgegevens van de partners die hieraan meewerken. En op die manier kunt u met ons in contact komen voor vrijblijvend advies op maat. Dat zijn een aantal van de beschikbare regelingen en subsidies die beschikbaar zijn, maar er zijn natuurlijk veel meer. U krijgt een factsheet toegestuurd als u hebt deelgenomen aan het webinar en via het portaal waar u nu op kijkt, komt die ook vrij. We kunnen hier nog, denk ik, nog wel even over doorpraten, heren en dames, zeg ik, maar dat gaan we niet doen, want we zitten aan de tijd. Dus hoe vat je zoiets samen? Ja, gelukkig hoeven wij dat niet te doen, hoef ik dat niet te doen, maar hebben we iemand beschikbaar gevonden die dat doet. Onze huisdichter en notulist van dienst, sneldichteres, begeleid door Maarten Ebbers, Dominique Engers. Geef een groot applaus. Nou, daar gaat hij dan, dames en heren, thuis en in de studio. De langste file van het jaar, maar jullie allemaal stonden daar niet in, want dit webinar was digitaal. Een studio met gasten, er waren planten neergezet en jullie mochten meepraten, dat kon via de chat. We waren in meer dan goede handen bij onze dagvoorzitter Geert, zo strak als zijn bordeauxrood maatpak werd gepresenteerd. Meer vacatures dan werkzoekenden, dat leek mooi voor elkaar. Maar, zei Geert zeer serieus, er was een grote maar. Een live poll wie u was, Geert was benieuwd wie jullie waren. En toen Sander de Kramer die een en ander wou verklaren over schapen met drie poten, want die had je overal zat. En een winkeldief die een nieuwe kans gekregen had. Hoe hielp je mensen stappen verder die nog niet 100% inzetbaar zijn? Wethouder Moot die schoof aan tafel precies op tijd en dat was fijn. Maar we liepen achter en er moest een tandje bij. Dat was het eerste wat de te laat gekomen wethouder ons zei. Pieter van Klaveren, hij maakte ons onmiddellijk duidelijk dat iedereen moest meedoen omdat hij iedereen nodig had. De 100 van Sander, de filosofie achter zijn idee. Help mensen zichzelf te helpen, alle mensen ook dieven tellen mee. Met een verkoudheid toch gaan werken, Jolanda wilde kwijt. Dat is misschien geen heel goed voorbeeld net na coronatijd. Toen het filmpje van Annette, dat was ondertiteld, vond ik ziek. Zij vertelde over werkplezier en mondkapjeslogistiek. Giorgio lichtte toe hoe het gegaan was met Annette. Over foute aannames werd door hem uiteengezet. Jobcarving, wat was dat? Giorgio begon te praten. Het kwam erop neer bij sommig werk bepaalde taken weg te laten. Jolanda sprak niet van gedoe, maar liever van bevlogenheid. Ze had bewondering voor Giorgio, wou zij onomwonden kwijt. Het vinden van goede mensen, wat belemmerde de vindbaarheid. De kaartenbak werd gecensureerd, wou de wethouder hier kwijt. Ja, want of iemand een beperking had, dat stond er op de kaart niet bij. En dat was best een beperking, zo constateerden wij. Met z'n allen aan communicatie werken, meldde Pieter toen. Giorgio vertelde wat je als organisatie zelf allemaal zoal kon doen. De uitslag van de poll die schoot ineens in mijn gedachten. Wie jullie allemaal waren, daar zat ik nog altijd op te wachten. Tijd voor een tweede filmpje met geluid dat moeizaam ging. En niet zoals bij Annette ter filmpje lekkere ondertiteling.
De meerwaarde van een jobcoach, daar bleek het over te gaan. Jobcoaching was maatwerk, gaf Lara haperend te verstaan. Het cement tussen de bakstenen, zei Sander met luide stem. En het groeiend zelfvertrouwen van werknemers, dat ontroerde hem. Jongens uit Rotterdam-Zuid, zei Sander vurig onverholen. Die verdienen ook een kans en werken net zo hard als Polen. Arne en zijn jobcoach toen in filmpje nummer 3. Een gedreven duo vervulde mij met sympathie. Arne was heel zorgvuldig, dus het leek mij logisch dat hij, wanneer hij werkte, daar meer tijd voor nodig had. Een open sollicitatie, mensen, ik heb al een gitarist. Maar als ik ooit zonder zit, dan engageer ik Arne beslist. Naast mij staat trouwens Maarten, die mij kundig begeleidt. U kijkt hier naar de vleesgeworden inclusiviteit. Ook ooit was hij een winkeldief, maar vingervlug, dat was hij niet. Ik werk nu 10 jaar met hem samen. Hij speelt altijd hetzelfde lied. Maarten Ebbers, dames en heren. Een match maken is een vak apart, zei Jolanda Tieleman. Maar wanneer het lukt, dan plukt daar iedereen de vruchten van. Zorgvuldigheid bij jobmatching, verklaarde Pieter luid, leidt altijd tot resultaat en dat betaalt zich altijd uit. Toen ging het nog over koudwatervrees, waar Moti niets mee had, jobcarving, jobcreating, hij zag mogelijkheden, zat. Samenwerking, meldde Pieter, die was cruciaal. Communiceren en deuren intrappen leek de moraal van het verhaal. Een veteraan die een bermbom had zien ontploffen op 2 meter naast zijn lijf. Ja, die was nog niet dadelijk opgewassen tegen een baan van 9 tot 5. Een duidelijk verhaal hadden wij hier allemaal in de gaten. Het ging over de menselijke maat en Jolanda wou meer kandidaat. Ik dacht ineens aan Arne, dring er hier nog graag op aan. Als er iemand een vacature heeft, geef die knul gewoon een baan. Jobcarving, jobcreating, gun hem een plekje in de race. Weg met de vooroordelen en de koudwatervrees. We naderen de klok van 4. Ik realiseerde mij alras dat zo'n snel dichtschrijven ook vandaag weer maatwerk was. Dat leverde ik hopelijk, echt geen woord heb ik gemist. En het cement tussen de stenen, dat kwam van mijn gitarist. In een allerlaatste filmpje, 2 jonge dames in gesprek over werkgeversregelingen, de juiste persoon op de juiste plek. Dat bleek altijd een risico dat toch moest worden genomen. En dat bijvoorbeeld door een proefplaatsing soms kon worden voorkomen. Geert noemde nog de factsheet en hij kondigde ons aan. Ik schreef de samenvatting en die klus is haast gedaan. Ongemerkt is het inmiddels haast 1 uurtje later. U wilt vast een borrel en alle planten willen water. Een schaap met 7 poten, zo voelde ik mij deze dag. Maar elke dag ben ik weer blij als ik uit werken mag. Jobcarving, ik deed het ook. Ik maakte korte metten en schrapte uit dit lange vers minstens 40 coupletten. De moraal. Het was mij een genoegen en ik heb weer veel geleerd. Voor een laatste slotakkoord geef ik u dadelijk terug aan Geert. Was ik de juiste persoon op de juiste plek? Ik heb echt geen idee. Maar we zaten hier gezellig. En we zaten hier oké. Dominique Engers, absoluut de juiste persoon op de juiste plek. Dankjewel. Mocht u, dames en heren, meer informatie willen over jobcarving, jobcreating, of zoals iemand in de chat net nog even noemde, het begeleidingspaspoort, check de factsheet met daarin ook de contactgegevens van de betrokkenen namens alle organisaties. Hier ook, en ik wil ze zeer danken, Richard Moti, Pieter van Klaveren, Giorgio Muller, Sander de Kramer en Jolanda Tieleman. Mijn naam is Geert Maarsen. Veel dank voor het kijken, de betrokkenheid en het meedoen in de chat. En tot een volgende keer. Dag.